Wist je dat meer dan 30% van de bevolking uitsluitend visueel ruimtelijk denkt? In een groep van 10 mensen zijn er dus 3 beelddenkers. Behoor je zelf of iemand uit jouw omgeving tot die 30%? Welkom in deze eerste video in een reeks van 3, waarin ik je ga vertellen over de 3 fouten die beelddenkers onbewust op de werkvloer maken, waardoor ze niet gewaardeerd worden. Ik ben Saskia Smet. Dankjewel dat je de tijd hebt vrijgemaakt om naar deze video te kijken en te luisteren. In deze video's ga ik je meer vertellen over de 3 fouten die beelddenkers onbewust op het werk maken, waardoor ze niet gezien worden. Fouten die ik zelf ook gemaakt heb en die jij kan voorkomen. Ik ga je praktische tips geven die je direct kan toepassen, zodat jij deze 3 problemen kan vermijden. Mag ik voor we verder gaan iets over mezelf vertellen? Ik heb meer dan 17 jaar als medewerker gewerkt in grote bedrijven. Heel rationeel georganiseerde organisaties met een strakke hiërarchie, strikte processen en vaste structuren. Het kostte me veel moeite om als projectmanager resultaten te behalen. Ik worstelde constant met de hiërarchie en de structuren. Structuren waar veel van mijn collega's gewoon een loopje mee namen om vooruit te komen, terwijl ik dit helemaal niet snapte. Ik had hier ook helemaal geen tijd voor, omdat ik het veel te druk had om alle opgelegde taken en opdrachten minutieus uit te voeren. Het kostte mij enorm veel energie om aan de minimumvereisten te voldoen, zonder dat ik erkend werd voor mijn harde werk met een burn-out tot gevolg. In 2005 ben ik voor mezelf begonnen. Sindsdien ben ik me meer en meer gaan toeleggen op creativiteit en het coachen en begeleiden van mensen. Vanaf 2006 ben ik me gaan verdiepen in beelddenken, omdat 2 van mijn kinderen beelddenkers zijn. In eerste instantie was ik op zoek naar informatie om mijn kinderen beter te begrijpen. Hoe meer kennis ik over beelddenken kreeg, hoe duidelijk het werd dat ik van nature eigenlijk ook een beelddenker ben. Maar door mijn opleiding was ik in een zeer rationele bedrijfsomgeving terechtgekomen. Ik was een beelddenker geworden die zichzelf en zijn talenten verloren was, omdat ik me constant aanpaste aan de strakke processen en structuren binnen de organisaties waar ik toen werkte. Het was ook heel confronterend, want ik realiseerde me steeds meer dat ik anders denk en kijk. En wie wil er nu anders zijn? In 2009 werd het leren netwerkpassie als motor voor zelfsturing opgestart. Een diverse groep enthousiastelingen van verschillende bedrijven en organisaties, waaronder ikzelf, onderzochten passie als motor voor zelfsturing door literatuurstudies, interviews en praktijkgetuigenissen van mensen uit verschillende organisaties, gesprekken met professoren, de organisatie van de eerste nacht van de passie, enzovoort. Dit is een beeld van de eerste nacht van de passie, waar iedere deelnemer op zoek ging naar zijn of haar passie en hierover in gesprek ging met de andere deelnemers. Door het onderzoek van deze werkgroep werd het verschil in motivatie, engagement, betrokkenheid, maar vooral de veerkracht van mensen die hun passie en talent kunnen gebruiken op hun werk, heel zichtbaar. Het maakt een wezenlijk verschil, maar in de meeste bedrijven is daar nog heel weinig aandacht voor. De werkgroep presenteerde zijn bevindingen in november 2010 op het tweejaarlijks VOV-congres. Het congres en dit boek hadden het orgelpunt moeten zijn, maar het team is verder blijven zoeken en werken aan dit thema. Wat gebeurt er als jij je passie meeneemt of kan inzetten op jouw werk? Door mijn kennis over beelddenken te combineren met de ervaringen van deze werkgroep, ben ik heel veel beginnen begrijpen van mijn eerste werkervaringen. Waarom ik niet gezien werd? Waarom ik ondanks mijn harde werken maar net voldeed aan de minimumvereisten voor mijn job? Waarom mijn leidinggevende en collega's mij soms niet verstonden? Hoe het kwam dat ik onbewust mijn leidinggevende meermaals het vuur aan de schenen heb gelegd en uiteindelijk door mijn baas opzij gezet werd. Waarom ik een burn-out kreeg
en mijn natuurlijke talenten totaal uit het oog verloren was. Als ik nu een beelddenker begeleid die zich niet gewaardeerd voelt op zijn werk en hierdoor extra stress ervaart, dan zie ik mijn klant in korte tijd helemaal tot rust komen. Als we samen op zoek gaan naar zijn unieke natuurlijke talenten, bloeien beelddenkers weer helemaal open. De herkenning en de bewustwording is dikwijls een verademing, een uitnodiging om verder naar jezelf te kijken. Samen ontdekken we verschillende mogelijkheden en leren ze voor zichzelf ruimte en rust te creëren, waardoor de resultaten van hun bijdragen op het werk wel degelijk gezien worden. Omdat de kennis die ik hierover de voorbije jaren verzamelde zo'n enorme impact heeft op het werk, de gezondheid, de relaties van vooral van beelddenkers en hun omgeving, wil ik dit graag met je delen. En dat is de reden waarom ik deze video's voor je heb gemaakt. Zoals beloofd ga ik je in deze video's meer vertellen over de 3 meest gemaakte fouten die beelddenkers op de werkvloer maken, waardoor ze geen erkenning krijgen voor hun werk. Fouten die ik ook meer dikwijls heb gemaakt en die jij kan voorkomen. In deze video ga ik inzoomen op de eerste fout, maar voor ik hiermee start, wil ik je eerst meer vertellen over beelddenken. Wat verstaan we onder beelddenken? Beeldtaal of beelddenken is waarschijnlijk de eerste taal die alle mensen leren. Het is een manier om door middel van beeldinformatie naar de wereld om ons heen te kijken. Het tegenovergestelde van beelddenken noemen we begripsdenken. De meeste mensen verleren het beelddenken naarmate ze ouder worden. Ze gaan een rationele denkstijl gebruiken. Ze gebruiken logica of begripstaal en worden begripsdenkers genoemd. Dit is ook wat we op school leren in Vlaanderen en Nederland en waardoor velen hun natuurlijke voorkeur gedwongen of niet afleren omdat ze zich aanpassen aan het systeem. Een kleine groep blijft heel hun leven beelddenken als voorkeurdenkstijl gebruiken. Deze mensen communiceren via beeldende taal, metaforen en verhalen. Zij worden beelddenkers genoemd. De beelddenker ziet in een driedimensionale kat met alles erop en eraan. De begripsdenker bekijkt het taliger en zeker niet in meer dimensies dan één. Beelddenken op zich is een slecht gekozen term, omdat de vlag de lading absoluut niet dekt. Het gaat om veel meer dan denken en zien in beelden alleen. In het Engels spreekt men van visueel ruimtelijk denken, visual spatial thinking. Ik zou nog veel meer over beelddenken kunnen vertellen, maar aangezien dit niet het onderwerp van deze videoreeks is, ga ik voor nu hier niet verder op in. Aangezien elke mens start met beelddenken, heeft ieder van ons de basis van beide denkstijlen in zich. Meestal is er echter één van beide denkstijlen sterker ontwikkeld. Welke denkstijl jouw voorkeur is, beelddenken of begripsdenken, dat maakt absoluut niets uit, omdat het ene niet beter is dan het andere. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat beelddenkers en begripsdenkers vanuit een andere hoek naar de wereld om hen heen kijken. En dat dit leidt tot in een aantal gevallen tot een Babylonische spraakverwarring. Denk aan het beeld van de oude en de jonge dame wat je hier ziet. Als je samen met een collega naar dit beeld kijkt, is je beschrijving van wat jij ziet totaal verschillend van wat jouw collega ziet als jij de oude dame en je collega de jonge dame ziet. Een beelddenker bekijkt van nature een situatie vanuit verschillende hoeken, zodat een driedimensionaal beeld van de werkelijkheid ontstaat. Als een beelddenker naar iets kijkt en je hierover vertelt, dan gaat hij van alle hoeken naar die situatie kijken zonder dat hij zich hiervan bewust is. Het lijkt wel alsof hij onbewust met een camera vanuit alle hoeken naar de situatie kijkt. Hij spreekt over alle nieuwe inzichten die hij ziet, maar hij vergeet je te vertellen dat hij ondertussen van positie of van perspectief gewisseld is. De beelddenker heeft dus een heel ander beeld van de situatie, waardoor veel miscommunicatie en onbegrip ontstaat. Hoe herken je een beelddenker? Je kan het horen aan het beeldend of het verhalend taalgebruik, veel beelden of metaforen,
of je kan het zien omdat iemand altijd iets in beeld wil weergeven of vastleggen. Benieuwd naar jouw persoonlijke voorkeur of de voorkeur van iemand uit je omgeving? Ga dan naar de gratis informatiepagina op de website www.numentum.be/gratisinformatie en je kan daar dit document aanvragen. Dit brengt mij bij de drie fouten. En bij de eerste van de veel voorkomende fouten die beelddenkers onbewust maken, waardoor ze niet gezien worden op het werk. Op nummer 3. Beelddenkers horen er niet bij. Hun collega's vinden hem soms nogal raar. Zelf wil een beelddenker niets liever dan bij de groep of het team horen, zijn of haar steentje kunnen bijdragen. En toch hebben zij het gevoel dat ze er niet bij horen. Beelddenkers communiceren op een chaotische manier en springen van de hak op de tak. Als een beelddenker je iets vertelt, lopen er regelmatig meerdere verhalen door elkaar. Er zit dikwijls totaal geen structuur in hun verhaal, omdat ze vanuit alle hoeken kijken. Een beelddenker kijkt onbewust vanuit die verschillende perspectieven naar een probleem of naar een situatie, voegt continu deze elementen aan zijn verhaal toe, zonder je te vertellen vanuit welke hoek of vanuit welk perspectief hij op dat moment kijkt. Hierdoor lijkt de logica compleet zoek. Als toehoorder hoor je nieuwe elementen die er op het eerste zicht niet toe doen. Omdat ze er weinig tot niets mee te maken lijken te hebben, zolang jij je niet bewust bent van de verschillende invalshoeken van waaruit gekeken wordt. Het lijkt wel alsof ze een andere taal spreken. Je snapt door de chaos niet altijd waarover ze praten. Dit voorbeeld maakt misschien een en ander duidelijk. Stel, je legt je collega een probleem voor en vraagt om een analyse te maken en een oplossing te zoeken. In de meeste organisaties verwachten van uw medewerkers dat ze stap voor stap naar één oplossing werken, vertrekkende van een grondige analyse van het probleem. Een beelddenker zal dit probleem analyseren door het van alle kanten driedimensionaal te gaan bekijken. Het gaat in één vloeiende beweging, alsof ze met een camera rond het object of het probleem gaan. Ze zien dus onmiddellijk ook alle mogelijke obstakels die oplossingen in de weg staan. Ze nemen deze informatie mee op in hun verhaal op het moment dat ze het mogelijke obstakel zien. Voor een buitenstaander dus niet altijd logisch op dat moment. Sterker nog, in plaats van één oplossing komen er extra problemen op tafel, precies alsof ze telkens van een mug een olifant willen maken. In deze hectische tijden verwachten organisaties dat medewerkers zo snel mogelijk één concrete oplossing zoeken. En dus gaat deze collega steeds minder om advies gevraagd worden, want hij maakt het alleen maar ingewikkelder. Hoe los je dit op? Een beelddenker heeft waardevolle en unieke talenten waar hij zich niet altijd bewust van is. Denk bijvoorbeeld aan het ruimtelijk en driedimensionaal beeld dat hij van een probleem of van een situatie maakt. Als je een beelddenker bent, realiseer je dan dat je anders kijkt en werkt dan je collega's bij het oplossen van problemen bijvoorbeeld. Net als het beeld van de oude en de jonge dame, kan hierdoor verwarring ontstaan als jij je niet van de verschillen bewust bent. Door deze verschillende manier van werken bespreekbaar te maken, kan veel onbegrip en frustratie voorkomen worden. Benoem bijvoorbeeld vanuit welke hoek je naar een probleem kijkt. Of maak je omgeving bewust om je dit regelmatig te vragen en dit mee te geven, zodat zij je analyse ook stap voor stap kunnen volgen. Dit is de eerste video in een reeks van 3. Heb je deze video gezien op YouTube of doorgestuurd gekregen van iemand anders? Meld je dan aan op de website www.numentum.be/gratisinformatie, zodat je de twee andere delen automatisch in je inbox ontvangt. Ben je al aangemeld? Prima, dan hoef je natuurlijk niets meer te doen. Binnen enkele dagen krijg je de tweede video in je inbox. In de volgende video ga ik je meer vertellen over de tweede meest voorkomende fout die beelddenkers onbewust maken, waardoor ze niet erkend worden op hun werk. Ik ga je ook weer praktische tips geven die je direct kan toepassen, opdat jij deze fout kan voorkomen.
Voor vandaag wil ik hier afsluiten. Ik wens je veel plezier bij het zoeken naar jouw unieke beelddenker zijn. Succes met alles wat je doet!